welkom bij het kleedkamerjournaal van Rode 76. In dit kleedkamerjournaal hoor je de komende weken de vorderingen van onze bouw van de twee nieuwe kleedkamers. Hoe gaan we dat doen? Er is een financiële commissie in het leven geroepen die gaat zorgen dat er zoveel mogelijk gelden binnenkomen voor de club. Dat kan middels zelfwerkzaamheid, dus vrijwilligerswerk, activiteiten. Voor deze twee kleedkamers hebben we 50.000 euro nodig. En daarvan heeft de Club van 100 al 20.000 euro toegezegd. We hebben die 20.000 euro al binnen van de Club van 100. 30.000 is er nog nodig. Wat gaan we daarvoor doen? Vandaag gaan we het verhaal toelichten aan de teams. Daar gaan we nu mee beginnen. En wellicht weten jullie het al, maar we gaan twee nieuwe kleedkamers bouwen. Wisten jullie dat al of niet? Ja. Kijk, heel goed. Van Rode 76 hoop op jouw positieve bijdrage. Volgende keer in het kleedkamerjournaal, onder andere statusopbrengsten, voorzitter van de bouwcommissie Ton Beumer aan het woord en alle activiteiten rond Rode Zwammerdam. Zorg dat je weer kijkt.